klappen. Daar ben je niet zo goed in. Als je dan boven bij je raam bent, dan klikkert het eraf. Meneer, goedemorgen. Ja, achter u bij de koers hebben we heerlijk gebak. Dat is lekker. Ja, ja. Kijk, dit zijn de stroopwafels alleen in een doosje. Goedemorgen, heb jij een laar maar een broodje worst? Ik ben niet Wendy van Dijk hoor. Ik storm meteen door naar Hollywood. Ja, jullie zijn van de taarten hè, vandaag. Let's go. Yes. Goedemorgen. Hoe gaat het in Capelle? In mei van dit jaar een hele grote Hennis en Maurits bijgekregen. Daar heb ik behoorlijk last van. Maar in drie stappen staat aangegeven hoe kunnen wij dealen met de 60 miljoen. IKEA, H&M, Zara, dat zijn spelers die op een gegeven moment hun thuismarkten zijn ontgroeid. En er is maar één weg, dat is die weg navolgen, zonder twijfel. En die klant is veel eisender geworden. Als wij daar niet op gaan inspelen, dan zouden wij ook over 10 jaar niet bestaan. Geldt voor de leverancier ook. En we vinden het acceptabel binnen HEMA dat we een doorlooptijd hebben van 38 weken. Een Zara doet het op 6 tot 8 weken. In de mode, daar gaan we het verschil maken. Dus die paar eurotjes nog die er in de markt zijn, die gaan we gewoon pakken. What is the fastest thing you can do without the inspection part and all that? I have a little present for you. Sweets, cooks. They're very good. Je moet eigenlijk hard rennen om stil te staan, maar dat is het in dit soort tijden ook een beetje. Dus je moet gewoon echt heel hard werken. En als je dan net iets meer of hetzelfde houdt, dan heb je het gewoon echt supergoed gedaan. Nou, dit is ook weer netjes, jongens.